Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe vlog. Hallo allemaal, het is donderdag vandaag. Het is later dan ik eigenlijk normaal zou vloggen. Ik heb wat dagen geskipt. Ik zat niet lekker in mijn vel. Ik moest wachten op de uitslag van de coronatest, dus ik heb ook vrij weinig kunnen doen. Maar ik ga trouwens die lampjes even uitzetten. Dat is niet echt nodig. Daar kan ik niet bij. Laat die maar aan. Ik heb dus de uitslag van de coronatest gehad. Die is inmiddels negatief. Dus dat is top. De rest van de week heb ik niet zo heel veel gedaan. Ik heb bij mijn opa en oma Jillian de Phantoms gekeken de afgelopen paar dagen. Wat trouwens super gezellig was. Ik heb daar geslapen ook. Dus eigenlijk vrij weinig gefilmd. Ik heb vanmorgen mijn nagels gedaan met een nagellak van Essie. Dat is deze kleur. Ik weet de kleur, naam van de kleur niet uit mijn hoofd, maar het is gewoon... Op even focussen. Kom op. Ik werd gebeld door deurzorg. Of ik vanavond kon werken. Sorry, maar ik moet morgenochtend al werken. Koffietje net gezet, maar ik weet niet eens waar wat ik allemaal zou stellen. Dat was de afgelopen week in ieder geval een rustig weekje gehad. Morgenochtend moet ik werken en vandaag heb ik dus echt serieus een super chille dag. Ik ben echt niks aan het doen. Ik heb er net weer lekker gedoucht vanmorgen en lekker mijn ding gedaan. Dus vanmiddag eventjes lekker gegeten en ik zit nu lekker boven mijn kamer. Ik ga lekker tv kijken. Ik heb alle kussens hier lekker in de hoek gezet, tafeltje erbij. Gewoon lekker chill. Ik ga het even iets van Netflix kijken of YouTube of zo. Verder niet zoveel eigenlijk. Ik dacht gewoon, weet je wat, ik kan de weekvlog wel beginnen, maar ik zit toch niet lekker in mijn vel en ik kan toch niet veel doen. Dus ik had niet echt het gevoel en het nut van, oké, weet je, dit heeft wel zin om te doen. Oh ja, ik was trouwens aan het focussen op mijn nagels. Nou goed, jullie zien die kleur. Het is gewoon zo'n neutraal nude kleurtje. En ik moet zeggen, ik vind het hele fijne nagellak. Echt heel fijn. Ik zeg dat niet snel over nagellak, maar deze is echt top. Maar goed, ik ga dus even lekker YouTube kijken. Genoeg geklet voor nu. Ik heb weinig te vertellen. Ik heb in ieder geval net lekker mijn skincare gedaan. Ik heb me weer eens ingesmeerd met een self-tanning lotion. Dus ik ben heel benieuwd of ik morgen een lekker kleurtje heb. Maar goed, nu in ieder geval lekker even mijn gemak houden. Oké, ik vind mijn haar dus echt drama en ik wil heel graag weer een pony. Dus wat ga ik doen? Ik ben trouwens ondertussen met Kim aan het appen. Maar, ik schrijf mijn bril aan. Ik ga dus mijn haar nu, tenminste mijn lok, mijn pony knippen. Even de lamp aan. Ik ga het licht iets lager zetten. Zo, dat is ietsje beter. Wat ik al zeg, ik wil dus heel graag een pony nog steeds. Maar mijn pony is nu scheef aan het groeien. Dus dat is echt een beetje dat ik denk, oh, dit was niet de bedoeling. Maar goed, ik ga nu dus mijn pony iets korter knippen, want hij is voor mijn gevoel echt wel iets te lang. Kijk, en dan moet ik vanaf hier gaan knippen. Ik hoop zo dat het goed gaat en dat ik het niet weer te kort ga knippen. Dat heb ik vorige keer namelijk ook gedaan. Gewoon een klein stukje eraf. En recht. Het voornaamste is gewoon recht knippen. Kijk, zie je, dit valt al iets korter. Eigenlijk kan het nog iets korter. Kijk, hier gaat het dus fout. Elke keer denk ik, ah, ik kan nog een stukje, ik kan nog een stukje. Aan het einde van de rit knip ik dus gewoon niet recht. En dan ziet het er dus niet uit. Ondertussen ben ik even met Kim aan het jassen. Dus dat is wel lachen. Ik ben zo bang dat ik het weer te kort ga knippen. Dat ik dan weer geen pony kan doen, omdat ik weer gewoon voor lul loop.
Kijk, ik weet nu bijvoorbeeld al wat ik nu heb gedaan tekort is. Oh nee. Dat valt nog best goed eigenlijk. Ik moet hier even lange plukken weg knippen. Nou hangt hier echt gewoon één vlokje lange pluk onderuit nu. Dit valt nog wel oké, jongens. Kijk, dit moet dan ook nog even gelijk. Dat wordt vaak een ding, ik kan dus niet gelijk knippen. Het is dus bij mij dus altijd het ding waar het fout gaat. Kijk, dit klopt wel. Dit is allemaal netjes. Alhoewel, hier steekt dat uit. Maar goed, voor de rest is dit allemaal netjes. Alleen dit moet nu nog gelijk. Super chill dit, maar ik merk nu wel dat er dus hier allemaal lange plukjes zitten die er nog af moeten. En nu zit er 3/4 haar in mijn oog. Ik vraag me eigenlijk af waarom ik dit nou eigenlijk weer doe. Vorige keer al gezegd, ik ga mijn eigen haar niet meer knippen, want ik knip het niet echt. En toch doe ik het weer. Maakt me niet uit. Maakt niet uit. Maar toch is dit weer te kort wat ik nu aan het knippen ben. Au. Heb ik echt zo'n lange pluk zitten. Kijk dan jongens, hier dit. Ik ben het weer helemaal ongelijk aan het knippen. Het is weer zover. Alhoewel. Dit is nog niet zo slecht. Moet ik heel eerlijk zeggen. Oh jongens, ik leer het ook nooit af. Echt niet gewoon. Ik moet het ook gewoon niet doen. Maar toch. Doe ik het elke keer weer. Nou, dit is niet lelijk toch? Het is gewoon, het zit alleen nu niet in model. Is het lelijk? Ik weet niet of het lelijk is. Ik weet niet of ik het leuk vind wat ik nou weer heb gedaan. Echt vreselijk. Ik moet hier ook gewoon mee stoppen. Echt mijn haar vet lelijk recht aan het afknippen, maar anders ziet het er niet uit. Ik moet zeggen, dit is de eerste keer. Even afknoppen. Dit is de eerste keer dat ik van mijn eigen zeg dat ik het redelijk goed heb gedaan. Nou, het was nog één keertje hoor, maar
Ik ben hier wel blij mee. Ik ga heel even een doekje langs mijn gezicht halen. En een beetje mousse in mijn haar doen. Een beetje stylen. En dan kijken hoe het zit. Oh, oké, goed. Ik heb inmiddels heerlijk gegeten. Mijn haar rijdt nou. Er zit echt zo'n hele vee in. Het ziet er ook niet uit. Jezus. ik heb heerlijk gegeten. Ik heb, nou ja, heerlijk. Het was niet zo heel erg lekker als dat ik eigenlijk had gehoopt hoe lekker het was. Maar daarentegen heb ik wel gegeten. het was, nee, het smaakte echt anders dan dat ik had gehoopt dat het zou smaken. En daar was ik redelijk teleurgesteld over, want ik had die echt wel heel erg trek in. Ik heb lekker kort en bleu gegeten met aardappeltjes en doppertjes en worteltjes gepureerd, zeg maar. Als een soort puree. Het leek allemaal lekkerder dan dat het was. Uiteindelijk dacht ik, de combinatie smaakt echt totaal niet. Nee, ik weet niet. Het was gewoon niet helemaal heel erg lekker. Maar goed, maar niet uit. Dit zit erin. Ik heb in ieder geval gegeten, dus dat is mooi. Ik ga heel even iets opzoeken en daarna ga ik heel even stomen onder de douche. Want ik ben vet verkouden, nog steeds. Eigenlijk mag je dan natuurlijk gewoon helemaal niet werken, ook al ben je positief of negatief getest. Maar ik ga nog wel gewoon werken, dus ik ga nu proberen heel veel te stomen. En wat pijnstilling en zo erin gooien. Ik heb net een neusspray gebruikt. En ik hoop dat dat allemaal lekker een beetje rust kapt. Maar ik weet niet zeker. Ik hoop het. Verder ga ik dus heel even lekker onder de douche nu. En gewoon even stomen. Niet verder wassen ofzo. Dat heb ik vanmiddag al gedaan. Daarna even mijn skincare doen. En daarna dan ga ik gewoon lekker... Auw, ik douw mijn vinger gewoon tussen die la, hè, jongens. Mijn vinger zit erin en ik doe hem gewoon dicht. Echt vet dom. maar daarna ga ik gewoon denk ik lekker tv kijken. Ik voel een haar op mijn lip. Dan is hij weg. daarna ga ik lekker tv kijken en vroeg slapen. Ja, vroeg. 9:30, 10:00 uur. Dat is niet vroeg. Misschien eerder. Ik heb er net al een beetje relax en ontspannings... druppeltjes genomen, omdat ik mezelf ken en vannacht echt vet, vet onrustig ga zijn. En daar heb ik geen zin in, dus dat gaan we ook gewoon niet doen. Ik ga even lekker een YouTube video opzetten die ik nog moet kijken. Ik denk van Caroline, dat ik dat even leuk vind. En daarna dan ga ik even stomen, omkleden en lekker in bed liggen en lekker even chillen, want dat vind ik wel heel erg lekker. Goed, ik ben inmiddels omgekleed. Ik ga nog heel even pijnstillingen nemen. En even pijnstillingen in mijn tas zetten. Want ik wil morgen niet in één keer overal last hebben. Dus dat ga ik doen. En dan ga ik slapen. Ik ben echt ziek moe. Ik heb rond de etenstijd al mijn valeriaan drops ingenomen. Waardoor ik dus een beetje zen en zo rustig word. Maar die werkt echt wel 2 uur. Ik ben echt dood en dood moe. Ik kan op ieder moment gewoon in slaap vallen. Ik ga even de pijnstilling innemen en dan ga ik slapen. Goedemorgen allemaal. Het is vrijdag. Ik ben echt letterlijk net klaar. Ik heb mijn make-up gedaan. Ik ben aangekleed. Ik heb een topje aan met een vestje eroverheen. En een zwarte broek. En ik heb gewoon mijn puma's eronder. Ik ben wakker, jongens. En het is heel erg wennen. Trouwens, een kop koffie. Oeh. Je slok vind ik altijd zo hard. Heel erg wennen om weer zo vroeg op te staan. Normaal heb ik een dienst van 8 uur. Nu heb ik er een van 7 uur. Dus dat is echt heel erg raar in één keer. Dat ik zometeen vanuit de zorg mee mag beginnen. In plaats van midden in de zorg. Dus dat vind ik ergens ook wel weer leuk. Ik ben in ieder geval helemaal... Oh, zo kut. Owen is live geweest. Maar ja. Dat heeft niemand gezien natuurlijk. Maar misschien heeft hij hem wel opgeslagen. Nee, hij heeft hem niet opgeslagen. Jammer. Ja, het is dus echt gewoon heel gek om nu zo vroeg op te staan. Ik ben in ieder geval klaar. Ik ben om 5:50 opgegaan. Kopje koffie nu. Of nee, een hele grote kop koffie. Als het goed is, brengt mijn vader me zo meteen. Want we moeten dezelfde tijd weg. Dus dat zal echt heel veel schelen. Voor mij valt dat nu wel mee, want ik werk vandaag in Spijk gewoon. Dus... Het is voor mij dezelfde tijd met de bus als dat ik met de auto ga. Dus maar goed, maakt niet uit.
het scheelt toch wel weer. Het scheelt überhaupt weer een mondkapje op. Ik heb daarbuiten trouwens echt vet diep geslapen. Dus vanmorgen kwam mijn pa om 1 minuut voordat mijn werk echt in mijn kamer ben. Kim, moet jij dit niet uit? Je moet toch werken? Ja, hoe laat is het dan? Ja, 6:10. Ik denk, ja, hoe kan dat nou? Mijn werk gaat 6:10. Maar die ging dus gelijk erachteraan. Ik vind dat trouwens niet moe, want ik zei gisteren natuurlijk dat ik die slaapdingen had ingenomen, of die ontspanningsdingen. Maar ik heb daar zo vet weinig van gemerkt, nu. Normaal ben ik nu nog helemaal moe en zo en hangerig, maar ik merk er niks van. Ik ben in ieder geval even een YouTube-video aan het kijken van Gio en een kopje koffie erbij. En dan ga ik zo eventjes mijn tas pakken, of tenminste die hangt al daar. Ja, ik heb verder toch niks nodig, ik neem nooit koekjes of dingen mee, want ik kan gewoon eten als ik thuis ben. En ik kan überhaupt niet langer blijven, want ik heb vanmiddag nog wat te doen. Dus ja. En ik ben inmiddels alweer een behoorlijke tijd terug van het werk. Ik heb echt een mega chaotische rotdag gehad op het werk. Echt drama. Maar ik ben inmiddels weer thuis. En even een leuk dingetje. Ik heb net een cadeautje voor mijn tante besteld. En tenminste bij Grietje een kaartje met een doos Belgische bonbons. Echt super lekkere bonbons die ik zelf ook in Brussel heb gegeten. Super chill. Want ze is morgen jarig. Morgen wordt ze 44. 44? Morgen wordt ze 42. Ja, 42. Moest even nadenken. Ze verschilt 5 jaar met mijn moeder, dus dat is altijd wel makkelijk rekenen. Maar we mogen er dus niet heen, want corona en zo. En Jess en mijn neefje is een beetje verkouden, dus wat gaan we nu doen? Ze is vanavond 6:30 klaar met werk, of tenminste 6:30 is ze thuis. Mijn oom en mijn neefjes zijn er niet, want die zijn op de hockey. Dus ik ga langs samen met mijn opa en oma. Mijn opa en oma hebben een bosje bloemen nog voor de en ik ook. Om die eventjes langs te brengen voor de verjaardag alvast. Maar dat betekent wel dat we op tijd moeten gaan eten. Want we moeten dus 5:45 de pont hebben naar Zuid-Beijerland. Dus heel leuk. Ik ga jullie wel meenemen daarin. Ik ben benieuwd hoe ze reageert. Ze wil denk ik niet op de vlog. Maar misschien dat ik wel een redelijke reactie kan vastleggen. Maar ik heb trouwens ook mijn broek verziekt. Of nou ja, expres. Ik heb namelijk... ik heb gat in mijn broek geknipt. Ik moet zeggen, dit was wel een oude broek, dus het is niet zo heel erg, maar ik verveel me. Dus nu heb ik gaten in mijn broek geknipt. maar goed, ik ga naar beneden en ik ga even alvast eten en nog even wat drinken. En oeh, trouwens, mijn oma heeft het bosje bloemen doorgestuurd, dus dat wil ik wel heel even zien. Ik ben dus eigenlijk wel benieuwd, want ik heb dus tegen mijn oma gezegd, joh, hun gingen toch naar de bloemenwinkel. Ik zei, haal dan voor mij ook een bosje gelijk. Dus ze heeft een... oh, die is schattig. Die is leuk. Heel klein. Schattig borstje. Leuk. Want ik heb eigenlijk al een cadeautje voor haar. Maar ik denk, ja, als ze hen toch gaan, dan ga ik ook gewoon mee met een bosje bloemen. Want dat is veel leuker. Dan heb ik er nog even gezien. Dus ik ga even wat drinken halen. En mijn eten doen beneden. Ik denk dat ik lekker broodjes gerookte zalm ga eten. Want ik heb nog gerookte zalm. Harde broodjes. Kruidenkaas. En sla. Goed plan. Op naar Zuid-Beijerland. Ga met jou verrassen. Ik ben benieuwd hoe ik jou reageert. Ja. Ik denk dat ze wel leuk reageert. Surprise! Verrassing! Dag hoor! Dag! Doei! Goed, onderweg naar huis. Tenminste, ik ben al thuis. Bijna. Een paar minuten sta ik voor de deur. Maar goed. In ieder geval naar huis en dan lekker omkleden. Het is echt veel rotkoud buiten. Maar goed, ik ben er alweer. Zo. Oh, koud. Goed, goedemorgen jongens. Het is zaterdag vandaag. Ik ben op tijd opgegaan vandaag. Om natuurlijk een afspraak. Ik heb vandaag een afspraak gegaan bij de New Yorker. Dan gaan we even 20 minuten lang rondneuzen. Ik heb mijn grijze jas aan. Nog steeds echt mijn lievelingsjas dit. Ik heb een roze shirtje aan. Misschien een beetje te fel, maar ik moet 1 knoopje nog dicht doen bovenin hier. En ik heb mijn
zo'n geknipte zwarte broek aan. Maar dat zit echt vet lekker. Eigenlijk. Als ik heel eerlijk ben. Ik heb trouwens één traanoog. En ik heb lekker geen make-up op gedaan vandaag. Ik heb alleen wat olie op mijn gezicht gedaan en dagcreme. Dus dat is wat chill. Ik heb hier echt weer één uitstekend plukje. Dat is heel irritant. Dat heb ik continu. Maar goed, ik ga het busje pakken vandaag. Weer eens wat anders. Normaal loop ik altijd naar de metro. Maar vandaag pakken we gewoon lekker het busje. Ik heb werkelijk maar geen idee hoe laat hij komt. 2 over. Wacht op, dan komt hij er zo aan. Oh nee, het is zaterdag. Huh? Hij komt 19 over pas. Hoe kan dat? Dat zei hij op die app niet. Ik ga even spieken. Oké, goed. Uiteindelijk toch maar door naar de metro. Het scheelt ook maar gewoon 2 minuten langer lopen of zo. Maar als ik het busje kan pakken, vind ik dat vaak toch even iets fijner. Maar goed. In dit geval loop ik naar de metro toe. Ik heb, wat ik zeg, ik heb dus letterlijk totaal geen niks aan make-up op. Ik heb alleen wat lipgloss op. Of het lippenbalsem eigenlijk meer. Maar ik ben eigenlijk best wel benieuwd wat ze bij de New Yorker hebben. Dus ik ben benieuwd. Ik ga trouwens samen met Ash. Last minute. Dus dat is wel gezellig. Maar goed, ik ben heel erg benieuwd wat ze allemaal hebben. Goed, in de metro jongens. Helemaal alleen. Echt helemaal leeg. Ja, ik weet niet. De afgelopen week een beetje een gekke week geweest of zo. Ik weet niet wat het was, maar het is een beetje gek geweest. Ik heb heel random allerlei dingen gevlogd. Maar toch blijf ik dat wel het leukste vinden. Gewoon random oppakken van de camera als er iets gebeurt in de week. En niet elke week, elke dag verplicht voelen om dingen op te nemen. Maar goed, nu in de metro. Ik wou het busje pakken, maar ja, dat ging dus niet. Dat werd te krap aan. En we hebben om 9:30 die afspraak. Dus dat komt wel goed. Ik heb trouwens nog steeds mijn OV gebroken. Kijk dan. Er zit echt een hele knik in. Vraag me niet hoe ik dat heb gedaan. Maar toch heb ik het gedaan. Maar goed, even 2,5 met de meter aan, dan ben ik er ook weer. Dus dat scheelt wel. Oh, die zon. Oeh, lekker. Oh, heerlijk. Ja. Station. Het ziet er grauwig uit. U kunt hier overstappen op de bus. Station, you must wear a face mask. Station, Heemraadlaan. Maar goed, het ziet er grauwig uit buiten, maar het lijkt er wel lekker op te zijn. Het is niet heel heet buiten. Het is ook echt niet steenkoud. Ash had wel een trio. Het is super koud, maar het valt echt hartstikke mee. Ik vind het gewoon lekker. Goed. Ik ben vanmiddag even naar Action geweest. En super tof. Ik heb een nieuw bed overtrek. Hoe vet is deze jongens? Ik ben nog maar even mijn kussensloop aan het omdoen. Maar oh mijn god. Het is toch vet? Ik heb trouwens ondertussen oortjes. Had oortjes in. Ik was lekker muziek aan het luisteren. Ik ben lekker aan het opruimen en doen. Maar dit is zo nice. Ik heb trouwens ook nieuwe onderbroeken gehaald. Maar dit is echt top. Ik vind dit zo'n mooi bed overtrek. Normaal was ik ze altijd eerst, maar nu denk ik, nope. Geen zin in. Ik doe hem gewoon om. En dan zie ik het later wel. Maar dit is zo leuk jongens. Kijk hoe leuk dit is. Dit is zo schattig. Echt geweldig. Ik vind het zo cute. Die grote rode kussens gaan trouwens terug naar zolder. Ik vind dat een beetje too much op het bed. Maar dit is toch tof. Dan heb ik zo'n lekker kleedje. Nu heb ik of hier liggen of op mijn bed. Maar in dit geval niet hier. Ik heb nog wat dingen bij Action gekocht. Ik heb dingen bij New Yorker vandaag gehaald. Dus ik moet alles nog uitpakken. Alles ligt hier. Ook mijn eigen kleding uit mijn kast, want het is allemaal uitgevallen. Straks even doorzoeken. De rest heb ik morgen lekker op. Ik ga me lekker omkleden.
En dan ga ik mijn bed in, denk ik. Ik denk dat ik de vlog gewoon lekker afsluit. Morgen lekker editen. En dan was dit hem in ieder geval voor vandaag. Deze week. Ik bedank jullie voor het kijken. Doe een duimpje omhoog als je de vlog leuk vond. Abonneer op mijn kanaal als je nog niet hebt gedaan. En ik zie je heel erg snel weer bij een nieuwe vlog. Doeg!